alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de Hokjesman. Safari. Op zoek naar de tuindorpers. Wat eten ze? Wat is hun favoriete kleur? Wat weet hen te bekoren? Ja, moet je weer even kijken. Het is weer heerlijk, meid. Hoe verdedigen ze zich? Krak, paf. En hoe gaan ze om met al die nieuwelingen? Hij loopt alleen met die schilderij, dus naar de ziekeling. De Amsterdammer, toch al niet onder de indruk van de gebieden buiten zijn eigen biotoop, waagt zich er zelden, in het noorden van zijn stad. Hij zou over het IJ moeten reizen. En eenmaal aangekomen aan de overzijde wachtte daar enkel, zo werd gezegd, het einde van het mensdom. Letterlijk, daar was het Galgenveld. Maar toen de Jordaan en andere volksbuurten in de binnenstad verpauperden, was er een toevluchtsoord nodig voor de arbeider die het te stellen had met moreel en fysiek verval. Vanuit de elite stond de betrokken Amsterdammer op. De Amsterdammer die hield van projecten. Voor de paupers stichtten zij nooddorpen in Amsterdam-Noord. Dag meneer. En voor de kansrijke arbeiders bouwden zij vanaf 1919 een paradijs. Tuindorp Oostzaan. De tuindorpers, zijn het dorpelingen of zijn het echte Amsterdammers? Nou, ik heb wel zeggen, alle twee. Alle twee? Ja. Dus best wel een amicaal volk. Amicaal volk? Ja. Kon je makkelijk mee praten. Beetje lol, beetje lachen, moppie tappen. Het doel van de tuindorpprojecten was het kweken van fatsoenlijke burgers. En het werkvolk kon fatsoenlijk worden door middel van een huisje, een tuintje en een dorpsplein. Zonder kroegen wel te verstaan. Het zijn ook kleine huisjes allemaal, hè? Ja. Naast het voordeel van de verheffing was het gewoonweg voordelig om de arbeider nabij zijn werkplek te huisvesten. De havenbaronnen stonden te springen om werklieden uit de stad. Het ging vroeger eigenlijk hoofdzakelijk om de scheepsbouw, hier de NDSM. Dus dat is allemaal veranderd natuurlijk. Hoogtepunt stond de naam Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij voor de grootste scheepswerf ter wereld. Tienduizenden arbeiders werkten direct of indirect voor de NDSM en woonden in het tuindorp achter de werf. Het kostte de scheepsbouwers 1,5 doden per jaar. Maar dat vond men te overzien. Voor deze onveilige omgeving vond men het zelfs weinig. Zij schiepen reuzen. Ze waren trots, de arbeiders van Tuindorp Oostzaan. Ze letten op elkaar. Op hun werk en thuis. Halverwege de jaren 80 was het voorbij. De scheepsbouw verdween vrijwel volledig uit Amsterdam. En wat overbleef was een lege werf. En niet heel ver daarvandaan. Een dorp vol beduuste, ontslagen scheepsbouwers. Wat valt op? Het dorp ligt laag en is omringd door dijken. In het dorp is de kroeg nog steeds onvindbaar. Veel openstaande voordeuren.
poortwoningen met extra slaapkamertjes voor de kroostrijke arbeidersfamilies. Een verlaten dorpshart. Een enkele winkel. Een groep jongelui in bespreking. En her en der versierde straat. Op gezette tijden ziet de tuindorper zijn huizen en straten graag door een oranje waas. Zij eren de nationale voetbalploeg, maar vooral eren ze het gemeenschapsgevoel. Versie! Aan de Willeker! Al die postbodes zien eruit, hè? Het oranje plastic verbroedert. Dus in een broederlijk dorp als Tuindorp Oostzaan dient er meer oranje getoond te worden dan elders. Het laatste stuk is dus oranje en de rest niet. Wat zit erachter? Ja, vreemde mensen eigenlijk. Later gekomen in het dorp. Die werken daar niet mee of willen daar niet mee. Of die zien daar geen nut van. Maar je wil toch niet zeggen dat dit hele stuk, dat daar alleen maar vreemdelingen wonen? Nee, het zijn geen vreemdelingen, maar mensen van buiten. Import. Daar, import, ja. Import. Ja. Vorige keer waren we het poort van buiten om het versieren, jullie. Ja. Vorige keer zijn we doorgegaan helemaal tot de hoek daar. Nee, niet zo ver. Tot de hoek. Want Michel vandaar. Die is toen verder gegaan, want die heeft ook die lantaarnpaal bij hem hier gepakt. Hey, doei! Toen Dirk op zijn 15e van school werd getrapt, zei zijn vader: jongen, je gaat naar een andere school of je gaat werken. Nou, in de middenpagina van de krant was een hele grote advertentie van de PTT toen nog. 41 jaar later loopt hij nog steeds zijn dagelijkse ronde door zijn dorp. Dus 41 jaar loop ik hier hetzelfde rondje. Ja, ja, Rietje. Goedemorgen. Niet schrikken! Moet je niet doen! Naar Buf! Nou, buurvrouwtje. Oké, dit is de straat waar u geboren bent? Ja. Oh ja? De Richelstraat. Dus ik ben Taag van de Richel. Geboren in de Regelstraat. Ieder levend wezen in Tuindorp kan rekenen op een compliment. Hoi man. Kijk dat liedje. Daar schat. En je boef. Kijk je. Lekker ding. Hey, jongen. Ik heb je gezien, lieverd. Jawel. Ik heb geen koekjes bij je, man. Ja, boef. Ik heb je gehoord, lieve. Wat heb je nou weer voor reclame? Hetzelfde als wat je elke week krijgt. Ja. Al die onzin. Auf Wiedersehen. Wat voor post krijgen ze hier in Tuindorp? Rekeningen. Gewoon rekeningen. Vriend van je... Jongste zoon. Dag, jongste zoon. Hey, ik ga verder. Hoi. Love you. Dat is het jongste kind. Oh, wat is ze mooi. Even kijken hoor. Ja, moet je weer even kijken. Het is weer heerlijk, maat. Ik geniet weer. Gelukkig. Ach, dag weer goed? Ik mijn hele dag weer. Yes. Ongelooflijk. Heerlijk. Doei. Ah, bonjour. Wie aandachtig zoekt, kan een huisje ontdekken met daarin evenveel archivarissen als archiefstukken. Goedemorgen. De dames en heren van het historisch archief Tuindorp Oostzaan komen hier samen opdat de wereld niet vergeet dat hier een geschiedenis ligt. Die geschiedenis wordt uitgeknipt, gelamineerd en goed bewaard. De geschiedenis van de Exodus uit de Jordaan. En mijn moeder wilde terug naar de Jordaan. Wat moet ik in dat gat, zegt ze. De geschiedenis van de zuilen. Daar mochten wij dus niet spelen. Want daar woonden de communisten. De geschiedenis van de asbestsneeuwballen op de scheepswerf. Die stoompijpen, daar zit zo'n mantel omheen van asbest. Maar die werd ook nog met een
pap ingesmeerd helemaal. Van, ook van asbest. Daar kon je sneeuwballen van maken. En wij gooiden ermee als jongen. Asbestballen. Asbestballen. En natuurlijk de geschiedenis van de watersnoodramp uit 1960. Een vergeten watersnood, want de ramp trof enkel Tuindorp Oostzaan. Want even voor de duidelijkheid. Tuindorp Oostzaan lijkt wel helemaal, althans door dijk omgeven bijna. Kuil. Het is een soort kuil, hè, waarin jullie zitten. De put noemden ze het altijd. De put. Grote betonnen platen met huizen daarop. Alles in een groot gat, omringd door dijken. En in dat gat, daar paste veel water. Ik zat in dok 4. En wij naar boven naar die stuurbrug. En toen konden we in het donker zo het tuindorp in kijken. Toen zag je zo het water door die straten heen komen. En hoe hoog kwam het te staan? 1,80 meter. Tot boven het raam. Alle mannen kwamen helpen. De werf liep leeg. Het NDSM-dorp stond onder water, dus verstond ook de NDSM zijn plicht. De NDSM die liet sloepen strijken. Die sloepen hebben ze over de dijk heen gezet. Maar voor hulp aan mensen, om mensen op te halen. Ja. En, met die bok, hè? Die drijvende bok, hebben ze heel veel gedaan. Ja, en NDSM heeft heel veel gedaan. Ja. Ja. Ik was 12. Ik zat nog op de lagere school. 31. En als ik mijn ogen dicht doe, zie ik het weer. Serieus? Ja, ik had 3 kinderen. He? En voor mij was het een spannende tijd. 31 en 50 is 81. Je wordt 86, dus je liegt. Ja, je liegt. Ja. Dat doet toch elke vrouw liegen met haar leeftijd. Dat is waar. Ondanks de dood van een oude mevrouw, de schrik bezorgde haar een hartaanval, bewaren de overlevenden goede herinneringen aan de watersnood. Door de ramp voelden de bewoners zich nog meer een gemeenschap. Niet meer een onderdeel van een sociaal project. Er kwam een rampenfonds waar veel bewoners dankbaar gebruik van maakten. Er waren erbij die zaten echt verschoppen de bonk. Die hadden amper een stoel waar ze op konden zitten. En nadat de enquêteur geweest was, hadden ze een knap bankstel en een tafel met stoelen. En er waren erbij die hadden zelfs al een tv. In de jaren daarna deed zelfs een gebed de ronde. Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Een grotere ramp was de ontmanteling van de scheepsbouw, 20 jaar later. Ik kwam spanning ook thuis. Er zijn ook huwelijken stuk gegaan daardoor. En ik heb mensen meegemaakt in het ziekenhuis. Die lagen dan met een bloeddruk van over de 200. En dat waren oud-NDSM'ers. Zo nu en dan is er onverwacht bezoek in het archief. Goedemiddag. Kan ik hier het boek over de watersnood kopen? Zo nu en dan is dat zelfs een jong mens, een kunstenaar, ijverig bezig met een project. Een project voor jonge makers opgezet om hier op locatie in Tuindorp Oostzaan een korte voorstelling te maken over de watersnood met jongeren uit deze buurt weer. Van oudsher zijn de bewoners van Amsterdam-Noord bekend met het fenomeen misdaad. Ook al daalt de criminaliteit, het kan geen kwaad om te leren hoe men zich verdedigt. Oh, sorry. Op luchtige toon leert vechtmeester Marcel Papa. De Tuindorpse jeugd hoe zij de schurk een lesje kunnen leren. 4, 5. Ja, goed zo. En dan kan je nagaan, Flint. Dan is ze nog ineens boos. Als je nou op straat loopt en je krijgt een klap met de stok, dan krijg je meestal dat je verstijft door de angst, omdat je dat nooit gevoeld hebt. Dus als iemand dit bij je zou doen, dan denk je... Ah! Ah, dan moet je eerst aan wennen. Net als dat je spruitjes niet lekker vindt. Vind jij spruitjes lekker? Ja. Nee. Jawel, Flint. Ik vind het niet normaal gewoon. Oké, ga hem even leggen op je rug. Uit zijn buikspieren. Dat lijkt wel beton. 3. Er is een boter. Jouw vader had het niet betaald, man. 1. 2. Nu breek ik de duim. Dit is een originele duimklem dit. Kijk, 1. Knap. 1. Paf. Dan zit hij er al op. Ja, toch? Hoe verder ik mijn hand daar zet van haar, hoe eerder ik de pols breek. Krak. Paf. Pah. Extra. Als ik op je middenhandsbeentje sla, breek ik je middenhandsbeentje, gaat je hand automatisch open. Waar is meneer Schaap? Meneer Schaap, ruikt u daar eens even? Nou eens even. Oh ja, lekker. De bloemkolen die zijn opgegeten. Ja, door de slakken weer. De slakken? Oh. Ja. Dan moet je ze beter africhten, die slakken.
Ik geef een beetje vrijwilligers. Die kinderen geef ik allemaal les in. Dan, kijk, de meeste mensen hebben toch geen geld in Tuindorp. Ik word daar niet rijk van, weet je. Je moet het niet vanuit je geld doen, want nee, ik ben er gelukkig van. Je moet het vanuit je, ik doe het voor die kinderen. Want ik wou al 5 jaar geleden stoppen. Dan zeg ik van mezelf, nee, ik kan het toch niet doen voor die kinderen, weet je. Vechtmeester Marcel heeft het ook op zich genomen om de oude van dagen, de eenzame en de armlastige weerbaar te maken. Maar dan met verse groenten van het land. Dezelfde dag bereid door de genereuze kokkin Christine, met wie Marcel de buurtkeuken bestiert. Lekker. Wat ga je koken? Vanmorgen weer een paar mensen, mag ik ook aanschuiven? Weet je, want dat is het principe van schuif maar lekker aan. Je moet ook een keer aankomen schuiven, gezellig. Klinkt goed. Ja, ik wil nog iets van een kooltje moeten door mijn soep heen. Heb je niet een bloemkool? Een knolselderij heb ik nog wel. Ja, die wil ik ook. Kijk eens, de buurtkeuken. Je mag leuk met Tuindorpers of een leuke quiz doen. Of eens een keer een gezellige film kijken. Of ja, weet leuk. Ik het wat. Leuk, kom leuk. Of een high tea'tje. Kom gezellig langs. Ja, oké. Ja, toch? Absoluut. Wat eten Tuindorpen graag? De oudere Tuindorpen dan in dit geval? Hollandse kost. Ja. Hollandse kost. En wat is Hollandse kost? Haché, rode kool, hutspot. Kruimige aardappel. Kruimige aardappel? Ja, met een lekkere jus en dan een lekker suddervlees en een kommetje. Een kuiltje in de hutspot met je balletje erbij. Balletje. Nog een rode kool. Nou, je ketchup, jongen. Nou, hero, schat. Alsjeblieft. Ruik je dat? Wat een kwaliteit. Dit is de meiknol, wie je ziet. En de verse groenten, dat is toch een toestand? Ja? Zijn jullie zelf ook actief betrokken? Doen jullie zelf ook dingen voor de buurt? Ik heb een hele, vind ik, speciaal groepje vrouwen. Dat is ontmoetingsochtend. En we zitten soms met vrouwen uit 6 of 7 verschillende culturen hier. Zijn er hier veel immigranten? Je ziet weinig. De buurt is behoorlijk wit, toch? Eigenlijk. Nee? Wat zei u? Nee, oh, nee, laat maar. Je zei wel. Er wordt hier wel veel. Op die partij gestemd. Die ene partij. Ja. Van die ik wil de naam man. Nog ineens noemen. Ik ben zelf met een Surinaamse man getrouwd geweest. En dan hoor je wel racistische opmerkingen. Ja? Maar zolang het allemaal onder de blanken gaat, zeggen ze het tegen elkaar, maar niet in de openbaarheid. Ja, wij zoeken toch zelf ook onze eigen clubjes op. Als je ergens bent, zoek je toch je mensen op die ook die je leggen of zo. Ja. Als je een dagje weg gaat, dan ga je toch bij die mensen zitten en niet bij die anderen. Ja, waarom zit ik eigenlijk bij jou? En waarom ga ik hier op mijn clubjes? Ja. Kan ik ook in het Florendorp doen, maar die mensen leggen me niet. En daarom kom ik hier. Nog 1 jaar, misschien 2. Dan mag het wel een keer dicht. De baanderij. Die 3 dagen per week open is voor de leden van de Oud-Scheepsbouwersstichting. Zodat zij zich weer even kunnen wanen in de wereld van de dokwerkers. Met zijn heldere kantine, zijn pretentieloze maaltijd en het personeel dat zich bij hen op het gemak voelt. Kijk, ik kom zelf uit Jordaan, hè? Ja? Als ik daar kom, dan ga liever terug. Dus de oude Jordaan, die vind ik eerder hier dan daar? Vind ik wel, de gezelligheid. Hè? Maar het gaat een keer dicht, eerder vroeg dan laat. Meneer Flip, de voorzitter, heeft het zo besloten. Jullie willen het opdoeken? Nou, dat wil Flip, ik niet. De doelstelling van deze vereniging was dus de zorg voor oud-werknemers. Intussen leeft er bijna niemand meer van. Dus de eigenlijke doelstelling voor de vereniging, die is al lang verloren gevallen. En wat je nu hebt, dat is een gezelligheidsvereniging met nog wat scheepbouwers. De motor van de stichting draait op nostalgie. Maar de nostalgie is op aan het geraken. We hebben het best af en toe wel eens over het verleden scheepbouw gesproken, maar niet zoveel meer. Dat heeft ook niet veel zin meer. Het raakt allemaal zo op de achtergrond. En omdat ze niet sentimenteel zijn, vinden de heren dat de baanderij niet doorgegeven hoeft te worden aan de nieuwe generaties.
Je hoeft niet alles te bewaren, menen ze. We genieten er nog even van. En dan is het mooi geweest. Heren, wat valt op aan de nieuwelingen? Het juppen. Moet je kijken, die bakfiets ook. Ja. Hij loopt alleen met de schilderij, dus naar de stiekeling. Ja. Loopt hem naar de stiekeling bij? Ja, met de schilderij anders aan hem. Oh, schilderij. Daar loopt hij. Oh ja. Ah, werkt dus wel. Ja. Die werken wel. Kennelijk. Beetje laat, maar goed. Wij hebben hier gewerkt van 7:30 tot 5:00, zeg maar. Tot de fluit. En op zaterdag, van fluit tot fluit. Ja, en dan komt er een categorie kunstenaars. En die denken, nou, vandaag maar even niet. Slopen de boel. En die hebben subsidie. En dan een grote mond hebben, van we willen dit en we willen dat. Maar dat zijn de kunstenaars die hier begonnen zijn. Ja, die hebben gewoon in beslag genomen, voor niks. Die hebben hier jarenlang voor een dubbeltje gezeten. Voor de jodenfobie. Toen wij met de baanderij bezig waren. Je moet het positiever zien. Ja. Het heeft de sloop tegen, nou, ja, dat denk ik wel. Ja. De stedeling met kunstzinnige aspiraties voelt zich inmiddels thuis tussen de overblijfselen van het scheepsbouwverleden. En bestempelt deze tot zijn werkterrein. En mede hierdoor ontstaan aan de rand van Tuindorp Oostzaan eigentijdse ontmoetingsplekken. Men treft hier ook het soort stedelingen dat voorheen nogal eens geringschattend deed over Amsterdam-Noord en zijn volk. Noord gestoord, zo sprak men. Maar tot inkeer gekomen heeft deze groep langzaam haar weg naar Noord weten te vinden. Het Zonneplein, de ontmoetingsplek waar de oorspronkelijke bewoners samenkwamen, is een stuk stiller. Hoe is het nou op Zonneplein nu? Loopt het een beetje? Er is geen moer meer aan. Geen moer meer aan? Nee, waardeloos. Het is helemaal niet gezellig. Niks meer. Maar de mensen onderling gaat er nog wel aardig met elkaar om. Nou, die zijn ook niet, zo hoor. Veranderd als ik weet niet wat. Nee hoor. Wat is het nou anders met vroeger? Roddeltantes allemaal geworden. Ze zitten alleen achter de gordijntjes. Oh, ja. Ze kunnen de straat niet op en dan gaan ze roddelen. Vroeger roddelden jullie natuurlijk niet. Jawel, we roddelen. Oh, heerlijk. Wij vinden roddelen heerlijk. Maar toen was het nog echt roddelen, gezellig roddelen. Nu is het gemeen roddelen. Als de roddel het bindmiddel van de gemeenschap is... Met de herstelling magnifiek, goedemiddag. Dan is de kapsalon traditiegetrouw de plek waar de beste roddel te vinden is. Met de kapster. Maar kapster Bente Knipmeijer breekt graag met tradities. Nou, dat kan gebeuren. Ja, wij zijn eigenlijk niet zo van de roddel. Wij hebben meer gesprekken met inhoud over het algemeen. De roddel stelt ze niet op prijs. Net zo min als de vooringenomenheid van de buitenstaander... die denkt dat de dames van Tuindorp zich vooral blonderen. Maar blonderen gebeurt er nog veel? Nee, dit is blond verven. Dat is wat anders dan blonderen. Oh. Dat kan ik bij jou niet doen, want jij bent gewoon veel te donker. Dan word je oostblokgeel, noemen wij dat. Dat er niet geroddeld wordt, betekent niet dat er niet geklaagd mag worden. Afgelopen paar maanden zijn er alweer 2 winkeliers verdwenen van het plein. Kijk, je hebt hier dan een melkboer en je had hier een slager en een groenteman. Ja, maar als je bij de melkboer naar binnen gaat en je zegt, heb jij voor mij zo'n klein potje zure room? Ja. Heb je niet. Nee. Dus wat doe je? Je pakt je auto, je gaat naar de supermarkt. Ja. Het klagen is een zorgvuldig bewaarde Amsterdamse traditie. En daarom wordt er geklaagd over de nieuwe concurrentie. In de Eurocorner, die meneer die heeft het op een of andere manier weer doorheen geduid... dat hij er nu een soort van shampoo-saloon in is gaan maken... en stoelen, knipstoelen gaat verhuren. Over de vakkundigheid van thuiskappers... Die klanten krijg ik ook regelmatig binnen, die dan wanhopig toch maar weer naar de kapper gaan. Het is ook af en toe echt dat je denkt, ja, het is een schande voor het kappersvak dat zich als kapper of kapster uitgeeft. Of over de dunne muren van de huizen in Tuindorp. Ik heb een jong stel naast mij wonen met 2 kleine kinderen. Ik heb ze allebei gemaakt horen worden. Oh ja, u hebt ze gemaakt horen worden? En bevallingen, hoor je dan ook? Bevallingen, alles heb ik gehoord. Oh. De jonge gezinnen rukken op in Tuindorp Oostzaan. En hebben ook de kapster ontdekt. En hoe ging het met de integratie? Ja, dat gaat prima. Ja? Ja, je bent heel welkom hier. Ja, je bent geaccepteerd. Ja. Nou, bye. Merkt u een verschil tussen die nieuwe bewoner en die oude bewoner? Ja, wel meer mensen ook zoals René. Gewoon wat hoger geschoold, zeg maar. Kapster Bente is een ondernemer met een rood arbeidershart.
uw familie, waren die rood ook? Hartstikke rood. Hartstikke rood? Hartstikke rood. Van mijn vaders kant kon je het niet rooien verzinnen. En bij mijn moeder waren ze gewoon van de P van de U. Maar dat was het hele dorp volgens mij. Ze heeft het van haar vader. Hey, de dames, de heer. En haar vader heeft het weer van zijn vader. Die was vuurrood en dat was een communist. Communist. Dan had ik hem op de kast. Ze zei ik, jij bent geen communist. Oh nee, zit ik ze, nee. Als jouw buurman 60 gulden verdient en jij hebt er 80, behoor je die 10 aan je buurman te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten de rode rakkers uit Tuindorp Oostzaan zich ook niet onbetuigd. Al helemaal niet wanneer de buurman een NSB'er was. Dan komen die Engelsen over, ja. En mijn vader, ja, die was overstandig, hoor. Die ging op het dak met een grote strooien hoed, zat hij te zwaaien. Gooi er hier een neer. Bij de buren? Bij de buren. Is iedereen hier nou welkom? Of wie is er eigenlijk niet welkom? Wanneer hoor je er niet bij? Vroeger werd er heel erg gediscrimineerd. En ik heb wel een Turkse kapster in dienst gehad hier. Of Nederlands geboren, Turkse afkomst. En dan was het van, die rotturken, die krijgen al die grote huizen en mijn kinderen moeten wachten en dit en dat. Ik zeg, ik wil het gewoon niet hebben. Ik wil niet dat er in mijn winkel gediscrimineerd wordt. Ja. Dat waren de klanten toen zij wegging, die hier stonden te janken met een doosje chocolaatjes en een... Ja. Dat had je goed gedaan. Groetjes. Dag mensen, hi, beste. Tot ziens. Joe, tot straks. Ja. Joe. Hier is leeg. Daar is leeg. Vroeger was het ongezellig, want toen hadden we 2 keer in de week bingo hier in het Zonnehuis. Maar ja, dat mag allemaal niet meer, hè? Het is nu een theater geworden. Ja, het is echt. Ja, ik hou er wel van, ja. Nee, ik ben niet van de bingo, nee. Nee, het hoeft niet specifiek bingo, maar die optreden, dat vonden we altijd leuk. Ja, nee, maar wat ze nu doen in het Zonnehuis, dat kan u niet bekoren? Nee, mij niet. Het Zonnehuis opende in 1932 zijn deuren om een bloeiend verenigingsleven mogelijk te maken. Hallo. Goedemiddag. Het verenigingsleven was een effectief middel om de arbeidersklasse gemeenschapszin bij te brengen. Tegenwoordig is het Zonnehuis ook een toevluchtsoord voor kunstenaars. Met kunstprojecten. Want jij hebt een bijzonder project? Ja, het heet Amsterdam Noord, recent verleden. Film en app. De kunstenaars hebben de opdracht geërfd om het dorp mooier en leefbaarder te maken. Ik wou iets maken over de honger naar kunst. En dat wou ik hier graag met honden proberen. Dus wordt het dorp leefbaarder gemaakt door middel van muziek. Door meme-theater. Door moderne dichtkunst. Want hoe zou jij je voelen als je niks had all day? Getrapt van school en je mans kreeg je AOW. En door middel van het breien van kunstmuren. Een decor van wol. Ja. Yeah. Wat vond u ervan? Prut met peren. Prut met peren. Nou, hier hoort een jongere groep te zitten die dat allemaal graag wil zien en gaan wil leren. Maar dan moeten ze die oude taart erbij hebben. Ja, ja. Begrijp je nou goed dat u uzelf omschrijft als een oude taart? Ben ik toch? Al generaties lang strijkt de progressieveling graag neer in de arbeiderswijken. De arbeider oefent een ongekend grote aantrekkingskracht op hem uit. Progressievelingen bezaten het speciale vermogen om in de ruwe bolster de blanke pit te ontdekken. Terwijl voor veel oorspronkelijke bewoners de glans van het Zonneplein er wel af is, pogen de betrokken nieuwelingen van Tuindorp Oostzaan er de moed in te houden. Met activiteiten en feestelijkheden. Toegerust op een ieders smaak. Opdat ook de oorspronkelijke bewoners zich weer op het plein zullen wagen. Wat ik ook ben, ik rijd en gelukkig mij naar Amsterdam. Danseres en betrokken buurtbewoner Annelies zet haar artistieke en empathische talent in voor Tuindorp en zijn volk. Ze zingt volksliederen in het koor.
Ze deelt haar kennis van volkstuinen. Mevrouw van Doorn. En ze biedt een luisterend oor aan weemoedige tuindorpers. Goedemiddag. Waarin verschilde u van de oorspronkelijke tuindorper? Ja, toch wel denk ik dat ik veel naar beeldende kunst ging en naar concerten van moderne klassieke muziek. Dat had ik niet het idee dat hier gebeurde. Wanneer begon u zich dan toch te interesseren voor uw buren? Wanneer ging er? Toen ik met een buurvrouw meeging naar haar boeddhistenclubje. En die mensen die bleken te chanten voor de buurt. Wat is dat, chanten? Chanten is Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. En ze vroegen op een gegeven moment of ik daar ook in mee wilde doen. En ik vond dat een ontzettend goed idee. Ja, echt. En dus ik ben dat gaan doen. En daardoor ging de buurt leven. Dacht ik, de buurt, oh ja. Echt zo? Ja, letterlijk. De buurt is er en ook. Wat ging je dan doen? Want er werd een lid van een club. Met een clubje mensen hebben we een vereniging gemaakt. Of een stichting, geloof ik. Cultura's Noord. En ons doel is tuindorp Ozaan cultureel te verheffen. En dat was om de boel levendiger te maken. Want het was een beetje ingekakt. En nu klinkt verheffen. Ja. Nu klinkt verheffen enigszins paternalistisch. Ja, vond ik ook. Dus toen heb ik toch wel een manier gezocht om die mensen dan ook te leren kennen. Wie wil je dan verheffen? Dat wil ik dan wel weten. Dus toen ben ik terechtgekomen als vrijwilligster bij een man in Tuindorp Ozaan die graag iemand nodig had om, om tegenaan te kunnen praten als gezelschap, als ondersteuner. Ja. Algolstraat, dus een heel piepklein kort straatje. Dag meneer. Hey, en heb je nou uiteindelijk die huisarts? Ja. Hoe vind jij hem of haar? Ja, simpel. Maar dat is wat jammer. Ik had gehoopt. Vind je van de meeste mensen? Intelligentie. Maar helaas, ik mag het weer niet treffen. Toch toen ik de mensen leerde kennen en de situaties, toen besefte ik dat hoe zwaar het eigenlijk ook was voor heel veel mensen. En de zwaarte ook van Tuindorp. Wat is de zwaarte van Tuindorp? Ja, dat ze zich nogal erg in zichzelf hebben teruggetrokken. Altijd zien. Ja. En geen mogelijkheid tot uitdrukken van wat er leeft en wat er met ze is. Ja. Nou, ik vind dit al onno toch. Een rommelhok. Zo ordelijk, oh. En de zwaarte van onno vond ik ook erg. Dat voelde ik ook. Ja. En daar heb ik echt mee te doen. En dat vind ik gewoon erg. Kunnen jullie voor mij proberen de tuindorper te omschrijven? Wat voor soort mens is dat? Of? Tegelijkertijd denk ik eigenlijk ook aan mijn eigen moeder. Ja, als ik bij haar zat, weet je wel, moest ik echt gewoon eerst door een hoop klagen en steunen, zal ik maar zeggen. En dacht, ja, nou, tot zo lang. En dan gaan we lachen. Nou, en dat heb ik hier eigenlijk net zo ondervonden, vind ik wel. Echt Amsterdam, ja. Oh ja? Kankeren. Ja, zeiken, ja. Ik vind de tuindorper, de echte ras tuindorper, vind ik de beste Jordanees die er is. De beste Jordanees die er is. Waar ooit een voetbalveld lag en de krachttermen tot in de wijde omtrek te horen waren, hebben Annelies en de haren het gebied een nieuwe bestemming gegeven. Als biologische volkstuin. En in plaats van krachttermen vallen nu andere termen. Ecologisch en permacultuur. En permacultuur willen we leren. Ja, dat is toch wel de bedoeling, hè, dat de mensen uit de buurt echt komen. Nou ja, ze komen langzamerhand hierheen. En het zijn nog voornamelijk eerst oud-voetballers die hier gevoetbald hebben. Die nieuwsgierig zijn. Dat wat er leuk, met het landje hè? Hier is gebeurd. Nou ja, het is ook bedoeld voor de tuindorpers. Het is eigenlijk precies voor tuindorp bedoeld. Ik heb ook aardbeien, toch? Echt? En is uit. Ah nee, tomaten. Dit nou. Uw tuintje? Eigenlijk voor mijn kleindochter. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Ja, u lijkt me niet helemaal iemand van de tuinieren. Nee, dat klopt. Maar omdat de hele familie biologisch wordt,
De familie wordt biologisch. Mijn dochter. Biologische melk, biologische eieren. Alles wil ze biologisch. Die dames daar volgens mij, en die meneer, dat is import. Ja, dat is echt import. Ik kom allemaal uit de stad. Of van buiten de stad. Maar niet, zeker niet uit Noord, Amsterdam-Noord. Het is niet een uitbundig vrolijk type. De tuindorper? Ja, vind ik niet. Oh, jawel. Nou, bij ons echt in de straat veel volksmuziek. Feestjes, iedere zaterdag ongeveer. Ja, 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 ja. Hard tuinfeestjes. Ja. Tuindorpfeestjes. En bijvoorbeeld een tuinfeest, ja, dan zijn ze niet gewend. Want ze komen van een flatgebouw af. Hé, hey, doe je wat rustig? Ja, mag je niet zo druk. Wij zijn het hier gewend. Kom er anders gezellig bij zitten. En dan denken ze, hè, wat is dat nou? Ja, wat ik heel fijn vind, je hebt hier de rust en je bent binnen 10 minuten gewoon in het centrum van Amsterdam. Ja. Maar het is wel echt een dorpje. Jonge mensen buiten de stad, die willen een eengezinswoninkje. Landelijk, dorpelijk, vlak bij de snelweg. En denk, hé, hey, er staan erop. Maar ze weten niet dat een hele vaste klik is geweest. Maar ik ken wel een aantal mensen die, ja, dan is het echt van, hé, hey, Lintje, hey, Trintje, weet je wel, dat. En dat vind ik echt heerlijk. Gewoon leuk. Aan de ene kant ben ik wel blij dat die mensen hier komen wonen. Want je ziet toch de verandering in een dorp. Alleen het gevoel zegt anders. Het gevoel zegt, wat moet ik met dat mens? He? Heb je weer dat sesamzaad en hoe noemen ze dat rijst ook weer, met die schilfers erop? Op een bedje van sla. Weet je? En ja, daar zijn wij gewoon niet gewend. Wij willen gewoon bop, schuiven, eten en niet, zeg, kleur, lekker hè? Ja. Maar misschien moeten wij wel veranderen. Een aantal jaren geleden moest ik echt niet aan denken dat ik in een biologische tuin zou staan. He? Een goed bewaard geheim van Tuindorp Oostzaan bevindt zich achter een toegangspoort, nabij de oever van het IJ. Schepen worden hier niet meer gebouwd, maar voor een goede onderhoudsbeurt varen de kapiteins nog steeds graag naar de voormalige NDSM-dokken. En hier treft men nog steeds de dokwerker. En nog steeds beantwoordt hij aan de typering van de grote vaderlandse schrijver die schreef: een knul met een vlees van steen, breed, zwaar gevoed, diep dreunend van stem. Zo een knul alleen geschapen uit Holland en water. Dit zijn de dokken van NDSM. Dit zijn de oude dokken van NDSM, dus, ja. Dus het bestaat gewoon nog? Ja, het is nooit weg geweest. En ik hoop dat het altijd blijft bestaan. Er werkt hier ooit heel veel mensen, hè? Ja, duizenden. En hoeveel werken er nou? Nu denk ik van Never Ship Dock zelf zal rond de 150 zijn zo'n beetje. 150. Maar werken er nog tuindorpers? Nog een paar, denk ik. Nog een paar? Ja. Ja. Je moet goed zoeken. Het zijn er nog maar weinig. De jongste tuindorper hier aanwezig kwam hier al als kind en wist het meteen. Je zag een andere wereld. Het is een andere wereld wat je ziet. Het is, alles is nieuw. Elke dag als je kwam op het terrein was nieuw. Het was nooit hetzelfde op een speelplein. Weet je, daar is de glijbaan, daar is de... Hier was alles een glijbaan, alles was een klimrek, alles was... Ik vond het prachtig. Ik vond het heerlijk. En dan liep je hier bij... Stiekem bij de dok en dan zag je nog visjes in het dok. Nou, dat vond ik allemaal fantastisch. Ze komen hier niet vaak. Nog de oude, nog de nieuwe dokwerkers. Bij de oude helling. Waar de schepen te water werden gelaten na maanden bouwwerk. De helling is in onbruik geraakt. Maar nieuwe wonderlijke creaturen hebben zich genesteld onder de oorspronkelijke werkplaats van de dokwerker. Hallo. Hier zat een deur, maar die was met geen mogelijkheid open te krijgen. En uiteindelijk vonden we een sleutel, die lag hier ergens op de grond. Dit moet de originele sleutel geweest zijn. Ja. Nou, toen deden we dit open en hier bleek dus het archief zich te bevinden.
De kunstenaar bewaakt de restanten uit de glorietijd. In al deze dozen zitten dus alle tekeningen van één schip. Kijk, hier heb je de MS Oranje. Ik heb in de 50e jaren heb ik nog op dit schip gewerkt. Ja, dit is... Pardon? In de 50e jaren? Ja. De MS Albiro. Ja. Het tuigplan. Gebouwd rond 1939. Sinds faillissement is er niemand in deze ruimte geweest. Seating, trekwerksloep. Wat is dit? Hier heb ik een blauwdruk. Een blauwdruk. Giulietta, ja, dat is een tanker van de Shell. Ik vind het ongelooflijk dat u dus echt al die schepen uit uw hoofd kent. Ja, ik weet wel, je is zo ongeveer gebouwd. Ja, maar ik heb ook een groot hoofd. Ja, het gaat me heel erg aan het hart, moet ik zeggen. En vooral om als ik deze ruimte zie met die kasten en de liefde waarmee dat allemaal is gemaakt. Het verwondert de arbeider immer weer. De ongeremde affiniteit van de artistiekeling met zijn soort en zijn geschiedenis. Deze schepen zijn omgebouwd tot emigrantenschepen. De Grote Beer, de Waterman, de Zuiderkruis. De kunstenaar op zijn beurt, die kan niet anders. Wil uit alles de waarheid of de schoonheid onttrekken. Ook uit dat wat verdwijnt. Juist uit dat wat verdwijnt. De kunstenaar kan niet wachten er nieuw leven in te blazen. De ruimte is het kunstwerk. Zijn dit nou die tekeningen? Ja, dit zijn de tekeningen. Oh, en dan projecteer je, of dan ontstaat er een soort projectie? Ja. Je kan vluchten naar Almere, je kan schuilen in Purmerend, maar je zal altijd weer terugkeren naar de plek waar je geboren bent. En nooit zal weer herrijzen. De oude tuindorper houdt zijn deuren open, ook voor de nieuwe tuindorpers, die zijn arbeidershuisjes intrekken en zijn geschiedenis bezingen. De hokjesman zal weer huiswaarts gaan. En hij zal denken aan de vaderlandse volkeren die hij tegenkwam op zijn reis. De dierenvrienden die wanhopig verlangen naar een tijd waarin hun dierbare gelijken geen lekkernij meer zijn. De katholieken. De een creatief, de ander priesterlijk. Ooit alom aanwezig en nu teruggedrongen in hun godshuis. Hun rijke geschiedenis, zowel een schat als een last. Hij zal denken aan de Papendallers, die in hun eigen klooster, afgezonderd van alle geneugten, dromen van de overwinning. Als ze de tijd hadden om te dromen. Hij zal denken aan de Amelanders, die hun toverachtige eiland met liefde overdragen aan de badgast, maar glashelder zijn zodra het weer moet worden teruggegeven. En hij zal denken aan de doven, die de deuren van hun dimensie wijd openzetten voor een ieder die hen wil begrijpen als zijn volk, met een taal, een geschiedenis, praten en een onzekere toekomst.
De hokjesman dankt hen voor hun gastvrijheid. En hij dankt de reizigers die hem op afstand vergezelden. Beste reiziger, mocht u zich ooit een vreemdeling voelen, of een zonderling, of een buitenstaander, wees gerust. Tallozen zijn het met u. Thank you for watching this video. I hope you liked it. Watch another recommended series on our channel or check out another VPRO channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.